Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Regenbogen Business Center, Vrolijk Special Cleaning en trainingskampen.nl. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van ADO Den Haag Meer dan Voetbal. Een productie van Haaglanden Voetbal TV. En in dit programma belichten we commerciële en maatschappelijke activiteiten van ADO Den Haag. In het programma van deze week een uitgebreide reportage van een extra ondernemersontbijt dat plaatsvond in het Kyocera Stadion en waar zo'n kleine 300 gasten op afkwamen. Een ondernemersontbijt georganiseerd door de gemeente Den Haag in samenwerking met de businessclub van ADO Den Haag. En met commercieel directeur Justin Goedzee spraken wij kort over het trainingskamp dat de selectie van trainer Maurie Stijn gaat beleggen tijdens de winterstop begin januari in het Spaanse Estepona. Maar we gaan beginnen met de eerste Bits and Bytes. Dat vond plaats in het Kyocera Stadion. En gastheer was ADO Den Haag Hospitality Events, een nieuwe organisatie. En wie kan er nou meer vertellen over zo'n nieuwe organisatie dan de lieftallige accountmanager? Tamara de Rijke, ADO Den Haag heeft tegenwoordig de hospitality in eigen hand genomen. Waarom is dat destijds gebeurd? Ik loop hier al ongeveer ruim anderhalf jaar mee. Dus ik heb die ontwikkeling ook meegemaakt. Waarom is dat gebeurd? Uiteindelijk is er vanuit ADO Den Haag besloten dat zij graag de evenementenorganisatie zelf in handen zou willen nemen. Er was natuurlijk voormalige cateraar Mirado was bij ons de huiscateraar. Die deed eigenlijk ook de organisatie van de evenementen. Ja, en uiteindelijk is besloten om dus die organisatie in handen te nemen. Dus dan ook de catering. Dus vandaar dat er een 100% dochter vanuit ADO is gestart om meer inzicht te krijgen op wat er in het stadion gebeurt. Ja, en ook uiteindelijk natuurlijk omdat het allemaal ten goede van ADO Den Haag komt. En dat is wat wij uiteindelijk allemaal willen. Het is natuurlijk een uitstekende locatie, een A-locatie, geweldige parkeergelegenheid. Dat betekent ook veel activiteiten hier. Ja, we zijn nu ook met een enthousiast team ook echt aan het richten op het evenement. We hebben een aantal die zich richten op de catering tijdens de wedstrijden om alles hier te organiseren. En ik richt me vooral op de evenementen. En dat betekent dus al die dagen dat er geen voetbal is in het Kyocera Stadion. En dat zijn er meer dan dat sommige mensen natuurlijk denken. En we hebben inderdaad een fantastische parkeergelegenheid. We liggen tussen de A4 en de A12. Dus we kunnen wel zeggen dat dat een beetje onze unique selling point is. Ja, en een stadion heeft natuurlijk altijd zoveel mogelijkheden. En onze businessruimtes zijn natuurlijk heel modern ingericht. Het is een relatief jong stadion. We kunnen hier eigenlijk alle kanten op. Dus van hele grote evenementen, maar ook kleine vergaderingen worden hier vaak gehouden. Ja, we kennen de ruimtes, hè? Business Club, Residence Club zijn bekend. Maar het is ook mogelijk om iets te organiseren, bijvoorbeeld in het Spelers Home. En ik zag in jullie prachtige brochure ook staan, zelfs in de kleedkamers. Ja, bij ons. Ja, wij willen eigenlijk alle ruimtes gewoon optimaal benutten. Maakt voor ons in principe niet uit wat de wens is. Wij krijgen een aanvraag en als mensen het leuk vinden om een extra tintje aan bijvoorbeeld iets van een workshop te geven door in een kleedkamer te zitten. Ja, dan is dat natuurlijk ook prima. Dat geeft net dat extra sporttintje eraan. En ja, de kleedkamer is er toch, dus gebruiken we die ook. Er is van alles mogelijk. Ik hoorde je al eerlijk keer zeggen, the sky is the limit. Ja, in principe is dat wel ons streven. Natuurlijk hebben we altijd wel te maken met ADO Den Haag blijft de core business van ADO Den Haag blijft het voetbal. En daar zal ook niks in veranderen. Maar het is gewoon voor ADO Den Haag heel belangrijk dat het stadion optimaal gebruikt wordt. En ja, dan zijn voor ons de gekste aanvragen zijn voor ons natuurlijk de leukste om te doen. We hebben wel eens wat op het veld gedaan. Er moest er een theateropstelling op het veld komen. Hebben we met Vlonders hebben we dat opgelost. En op een mooie zomerdag zat iedereen daar lekker op het veld naar een presentatie te kijken. Nou, dat zijn toch leuke dingen om te organiseren. En niet te vergeten natuurlijk jaarlijks Prinsjesdag. Ja, we hebben sinds 2 jaar nu, dat heb ik nu al 2 jaar meegemaakt, Prinsjesdag inderdaad. Krijgen we hier zo'n gemiddeld 2000 studenten, militairen over de vloer. Die hier eigenlijk van tevoren even komen omkleden. En ook allemaal lunch en een ontbijtpakket meekrijgen. Nou ja, dat
vergt nogal de enige organisatie waar iedereen zijn kostuum en zijn stoel en de ruimte moet vinden om zichzelf om te kleden. Maar dat is al 2 jaar lang een fantastisch evenement voor ons. Ook sinds dit jaar hebben ze dan het intreden van de vaandels gedaan op het veld. Ook een prachtig gezicht. En we hebben ook de VIP's van die dag mogen ontvangen in een van de business units hierboven. Dus ja, dat zijn hele mooie dingen om elk jaar weer terug te laten komen. Nou, is bekend dat voetballiefhebbers die ook in zo'n box zitten, zijn vaak nog wel eens moeilijk als het gaat om de catering. Zijn ze nou echt zo moeilijk, die voetbalmensen? Nou, dat heeft denk ik niet zozeer met voetbalmensen te maken, maar ik denk dat iedereen het zo moet zien. We hebben zo'n 35 skyboxen. Dat moet eigenlijk gezien worden als 35 aparte restaurants. Iedereen heeft zo zijn eigen wensen en iedereen heeft ook zijn eigen verwachtingen. En de een is tevreden met een iets makkelijkere maaltijd of wil juist een makkelijkere maaltijd. En de ander zegt, nou, het mag voor mij wel wat exclusiever. En dan is de taak aan ons om dan die tussenweg te vinden, om iedereen te kunnen bieden wat ze willen en dat mensen kritisch zijn. Dat is terecht, want dat zijn onze grote sponsoren. Betalen een hoop geld. Mogen ook verwachten dat het allemaal goed in orde is. En kritiek zijn wij niet. Wij sluiten ons daar niet van af, want uiteindelijk worden we daar alleen maar beter van. En ik denk dat we daar nu een stijgende lijn in voortzetten. En dat we over een aantal jaar... Er blijft altijd wel wat natuurlijk. En je kan het nooit voor iedereen 100% goed doen. Maar ik denk dat we op een hele goede weg zijn. Bits en Bytes vandaag hier in het Kyocera Stadion. Ja. Een mooie gelegenheid om jullie ook te presenteren. Ja, wij werken natuurlijk vanzelfsprekend heel goed samen met onze commerciële afdeling. Dat is eigenlijk, dat moet wel een bindende afdeling worden. Want de sponsoren die contacten met de commerciële afdeling zijn natuurlijk ook mensen die wellicht bij ons wat organiseren. En als er bijvoorbeeld voor de commerciële afdeling geen sponsorcontract in zit, zit er misschien wel weer een goed evenement aan vast. Dus zo proberen we heel goed samen te werken. En ja, zo ook vandaag hebben de heren en dames van de commerciële afdeling ons gevraagd van, zouden jullie het eens een keer willen faciliteren? Ja, zo moet je elkaar natuurlijk op die manier gaan helpen om ADO goed tot zijn recht te laten komen. En ja, ook de sponsoren te geven waar ze recht op hebben. En, nou, die kans hebben we nu met beide handen aangegrepen en we hopen dat dat in goede aarde valt. Ik wens je nog heel veel drukke dagen toe. Ja, hartstikke bedankt. Dat is wel de bedoeling. Tamara de Rijke, ja, het enthousiasme straalde er vanaf. En op diezelfde Bits and Bytes bijeenkomst, daar trof ook aan Brian Le Griep, lid van de businessclub van ADO Den Haag en dat al vele jaren. Brian Le Griep, al heel wat jaren lid van de businessclub van ADO Den Haag. Ja, al een jaartje of 10 of 11. We zijn 3 jaar met een club geweest en daarna een jaartje niet. En toen we eigenlijk teruggekomen door bepaalde mensen en dat was wel gezellig. Dus je hebt het al meegemaakt ook in het Zuiderpark? We hebben een jaartje of 5, 6 in het Zuiderpark meegemaakt en nu de rest hier. Wat nou tegen elkaar afzet? Ik vond het in het Zuiderpark wel erg gezellig. De businessclub was zeer zeker gezellig. Maar nu zitten wij dan boven in de box en dan ga je ook wel een paar boxen af en dan is het ook wel weer gezellig. En dan kom je vaak niet meer naar beneden toe. Maar is het zo dat, zijn jullie ook begonnen in een box of gewoon in de businessclub of residentieclub? Nee, we zijn begonnen gewoon in de businessclub. Daar hebben we 2 jaar gezeten en daarna zijn we eenmaal benaderd, onder andere door De Wit, om bij hem in de box te komen en sinds die tijd zitten we in de box. En dat bevalt uitstekend? Dat bevalt uitstekend, ja. Dat is heel leuk en we kunnen het ook tussendoor nog gebruiken voor een whiskyproeverij of wat anders. Dus dat geeft wel extra mogelijkheden. Ja, want met jouw bedrijf heb je ook regelmatig hier in het Kyocera Stadion wijnproeverijen gehouden. Ja, we hebben 5 jaar wijnproeverijen hier gehouden. Dit jaar ergens anders. Maar we hebben veel mensen gehoord die het toch wel erg leuk vinden om in het ADO Stadion weer te doen. Dus we denken volgend jaar om dat dan wel daar te doen. Ik ben businesslid. Is dat vanwege de relaties of ben je ook echt een voetballiefhebber? Ik ben ook een voetballiefhebber, ja. En ik ga ook graag mee met trainingskampen, als het mogelijk is. Maar verder vind ik het gewoon wel erg plezierig. Ja, want je bent zelf al ettelijke keren ook geweest daar in Zuid-Spanje. Dat is voor businessleden denk ik een aanrader. Is voor businessleden zeer zeker een aanrader, ja. Het is natuurlijk altijd wel vrij januari, kan het wel slechter zijn, maar het is meestal wel goed weer. Het is gewoon een leuk gezellig club. Businesslid bij ADO Den Haag, zeg ik bij wedstrijden, ja, als we verliezen dan ben ik doodziek of is het dan toch heel erg gezellig? Dan ben ik wel niet helemaal doodziek, maar wel half. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat bij sommige boxen is dan wel erg gezellig. En dan met een drankje, dan werd we gauw vergeten. Je zit zelf in een box, maar ga je vaak wel een ritje maken langs andere boxen?
Wij gaan wel een ritje maken in een andere box, ja. En dat is de ene keer op de vierde etage, de andere keer op de derde etage. Maar we blijven bij één altijd op de derde etage, meestal wel sneuvelen. Okay. Hoe zou jij Adel Den Haag willen typeren als club? Ik vind het een leuke club. Het zijn leuke mensen. Ze doen er veel aan, dat is zeker. En af en toe gaat er wel wat mis. En als je daar dan iets van zegt, dan wordt dat opgenomen en dan wordt er daarna weer aan gedacht. Kortom, Brian Griep, nog heel wat jaar businesslid. Ik blijf hier zeker. Als het financieel allemaal goed gaat, blijf ik hier zeker lang businesslid, ja. Adel Den Haag, dat belegt begin januari weer een trainingskamp in het Zuid-Spaanse Estepona. En niet alleen de selectie van Maurice Steijn gaat dan de zon opzoeken, maar ook businessleden kunnen mee. En daarover spraken wij kort met commercieel directeur Justin Goedzee. Adel Den Haag gaat weer op trainingskamp tijdens de winterperiode. Justin, weer naar Estepona. En er is weer gelegenheid voor businessleden om mee te gaan. Ja, we hebben even gekeken naar Portugal, maar uiteindelijk is het toch Estepona geworden. Omdat we daar de beste prijs-kwaliteit verhouding konden krijgen. In ieder geval voor ons voetbal, voor onze voetballers en de technische staf en de leiding. Maar uiteraard bieden we de sponsors weer een programma aan om lekker mee te gaan in hetzelfde hotel. En met de golfbaan in de buurt en de spelers in de buurt. Dus dat is een mooi programma. Ik heb begrepen dat de sponsors al op zaterdag vertrekken. Dat heeft natuurlijk alles te maken. Die mensen kunnen niet zoveel dagen vrij nemen. Nee, ja, inderdaad. We wilden de weekenddagen beide benutten. We wilden heel graag vanaf Rotterdam vliegen. En zo kwam het zo uit dat we met de sponsors een dagje eerder gaan. Dat was beter te regelen, zo beter te organiseren. En ik begreep ook dat doordat ze op zaterdag weggaan, dat ze 's morgens weggaan en op dinsdag pas 's avonds weer terug. Dus ja, dan zijn het echt volle dagen. Ja, klopt. Daar hebben we ook naar gekeken. Volle dagen, het vertrek vanaf Rotterdam. En dat waren de twee belangrijkste argumenten om het zo te doen, ja. Goed, spelers komen dan een dag later. Wat staat er zoal op het programma voor businessleden als ze in Spanje zijn? Nou, we hebben sowieso afgesproken, of in ieder geval de kamers geboekt in hetzelfde hotel als de spelers. Dus dat is denk ik heel erg leuk. We hebben afgesproken om samen een mooi diner te doen met de spelers. We gaan waarschijnlijk nog een leuke activiteit doen met de spelersgroep samen. En uiteraard is de gelegenheid om te golven. Dus dat zijn de belangrijkste dingen die we kunnen gaan doen. Nou is het zo dat jaarlijks al heel wat sponsors altijd meegaan. Dus wat dat betreft is het wel in trek. We zitten in een tijd dat het economisch allemaal wat moeilijker gaat. Wat zijn de verwachtingen van businessleden die meegaan? Nou, kijk, ja, die aantallen lopen natuurlijk terug en dat is helemaal niet erg. Maar we verwachten toch zeker dat er een man of tussen de 15 en 25 meegaan. En het is natuurlijk ook geen voordeel dat je weer in dezelfde locatie zit. Dus mensen die daar al een keer geweest zijn, zeggen nu misschien een keer ik ga niet mee. Aan de andere kant hebben we zoveel nieuwe sponsors. Dat ik wel verwacht dat uit die groep toch ook nog een hoop mensen het leuk vinden om mee te gaan. Wat betaalt zo'n sponsor nou als die meegaat? Net iets onder 1000 euro is het voor 4 dagen. En daarmee leef je als sponsor ook nog een kleine bijdrage aan het trainingskamp van de selectie. En er zit alles verder bij in begrepen? Ja, alles is inclusief. Overnachtingen, vlucht, vervoer, diner met de spelers. Alleen dingen als golfbaan, ja, die zijn voor degene die dat willen gebruiken, die moeten daar optioneel voor boeken. Goed, laten we hopen dat er weer inderdaad supporters bij zijn. Want ze gaan uiteraard ook wedstrijden spelen in Spanje. Ja, we gaan ook wedstrijden spelen. Dat zou leuk zijn. Die kunnen we ook zeg maar, met de sponsors samen gezellig bekijken. En dan ons laatste onderwerp, een extra ondernemersontbijt. En dat vond plaats in het Kyocera Stadion. De organisatie was in handen van de gemeente Den Haag en deed dat in samenwerking met de businessclub van ADO Den Haag. Dat ondernemersontbijt stond vooral in het teken van het WK hockey voor mannen en vrouwen. Dat vindt namelijk in 2014 plaats in Den Haag en in dat Kyocera Stadion. Kijkt u naar een reportage van cameraman Pim Markering. Wij gaan hier op 31 mei beginnen in 14, tot en met 15 juni. Er komen 2 keer 12 teams, mannen en vrouwen. 76 wedstrijden. 14 dagen hockey. En het bijzondere is, elke dag speelt het Nederlands elftal. Of de vrouwen, of de mannen. Johan Wakkie, directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. WK in Den Haag. De keuze voor Den Haag is een bewuste. Ja, heel bewust. A, omdat we wilden naar een mooi stadion.
naar een stad die heel erg graag wil dat we er komen. En is een plek waar heel veel hockeyclubs zijn, waar we de trots ook kunnen teruggeven. En de vierde reden is dat het ook een stad is waar de politiek is, omdat we sport en politiek ook aan elkaar een beetje willen verbinden. Ja, want ja, Den Haag tegenwoordig ja, wat minder met het hockey, maar vroeger toch een toonaangevende stad. Ja, dat is wel jammer gewoon, omdat je nu ook geen echt grote studentenstad bent. Dat is nu tegenwoordig waar de topspelers zitten. Maar deze stad is ook wel weer aan terugkomen met de omgeving eromheen. Dus dit geeft ze wel weer een beetje een boost om weer een stuk terug te komen. Dat stadion, het Kyocera Stadion, is een mooi stadion qua capaciteit. Exact geschikt voor zo'n evenement. Ja. En er komt nog een tweede stadion bij. Ja, we hebben dit 14 jaar geleden in Utrecht gedaan, Galgenwaard. Ook 15.000 en dat is ontzettend goed bevallen, omdat je dan net een goede aantal mensen hebt waarbij je die mensen ook kan blijven zien. Overdekt, dat vinden wij uniek voor hockey, want ze hebben geen dak boven ons hoofd. En de voorzieningen voor het stadion zijn uitstekend om alles te bouwen. Dus het heeft echt alles bij zich waar we zeggen, nou, het komt helemaal goed uit. WK hockey, mannen en vrouwen, je hebt toch gezegd, iedere dag het Nederlands team in actie. Ja, dat is wel uniek, hè. Als je elke dag Nederlands elftal hebt, heb je ook elke dag een volle stadion. Of voor de meiden of voor de jongens. En dat is ook voor de toeschouwers leuk. Je weet dat er altijd sfeer is. Als je een dag niet Nederlands elftal hebt, heb je minder toeschouwers, een andere sfeer. Dus dat is wel waarom wij een dubbel toernooi willen hebben. Goed, zo'n toernooi, sportief gezien, heel belangrijk. Maar daarnaast, er gaat nog veel meer gebeuren rondom het WK. Ja, kijk, wat wij willen bereiken is dat mensen hier komen ook zelf kunnen gaan hockeyen. Kinderen die kunnen bij de clubs, veteranen toernooien. We willen ook grote congressen organiseren en cursussen doen. Maar we willen ook gewoon de mensen die voor het eerst bij hockey komen ook weer laten beleven. Dus we hebben die 20 clubs om ons heen gevraagd. Als er iets in de activiteit is, doe het daar. En hier in het stadion laten we sport en muziek terugkomen. Dus we gaan heel veel met muziek en kinderen doen. Zodat iedereen de hele dag wel iets leuks kan meemaken. Groot toernooi, zakenleven heel belangrijk. Dan moet het u het oog doen. Op zo'n dag, zo'n ondernemersontbijt hier op Sinterklaasdag. Zo'n grote opkomst in het Kyocera Stadion. Nou ja, ik denk dat ze er vanavond allemaal weer leuk uitpakken. Maar ik heb hier proberen uit te pakken om... Kijk, het doel is dat de mensen van ADO, het Kyocera Stadion en ADO Business, dat toernooi gaan meemaken. Ik maak een beetje een grapje, hier komen ze één keer in de twee weken hier. Nu kunnen ze 14 dagen elke dag komen. En dat wil ze die gelegenheid geven om het echt mee te maken. En niet dat ze later gehoord hebben hoe leuk het was. Goed. 2014, nog 18 maanden te gaan. Heel veel werk nog te doen. Ja, we zijn al 2 jaar bezig. Dus wij weten wat we aan het doen zijn. Dus de verhalen die ik vertel, die gaan wel kloppen. WK Hockey, nou, daar hebben we het vandaag natuurlijk over. 2015, het WK Beachvolleybal. Ook een hele grote vis waar ik heel erg blij mee ben. Ook een jonge sport, een hele populaire sport. Dat zag je bij de Olympische Spelen. Gewoon heel attractief om naar te kijken, zowel voor de mannen als voor de vrouwen. Voor jonge mensen ook. Het is kort, het duurt niet al te lang. En dat zijn toch, ja, dat zijn evenementen waar je als Den Haag wel mee in de kijker speelt. Waar je ook ja, natuurlijk wat mee genereert. Ja. Ja, en dat is dan nog niet alles, want er zijn gewoon ook de reguliere. Zoals... Karsten Klein, wethouder van Sport voor Den Haag. WK hockey hier naar de stad. Ja, dan moet je als wethouder bijzonder trots zijn. Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Het is een heel groot evenement waar we ook jaren aan getrokken hebben om het te krijgen. En ja, we gaan het dus volgend jaar gaan we het organiseren. We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen. Hier in het ADO-stadion zal een heel mooi evenement worden. Goed, buiten het hele sportieve gebeuren, denk ik dat ook heel veel maatschappelijke elementen een rol spelen rond zo'n groot toernooi. Nou, dat is ook een van de redenen waarom we zo graag zo'n toernooi willen hebben. Het is natuurlijk hartstikke leuk voor dat je zo'n sportief evenement mag neerzetten. Maar voor mij is het ook heel erg belangrijk van wat heeft de stad daar aan. De verenigingen vind ik heel erg belangrijk. Dat die een impuls krijgen. Dat die jonge mensen zien van wauw, dat is hockey. Dat kan ik ook gaan doen. Dus voor de nieuwe leden aanwas is het goed. Voor de vrijwilligers die hierbij een rol kunnen spelen. Maar natuurlijk ook voor de stad Den Haag als zodanig. Voor de ondernemers. We zijn hier vandaag op het ondernemersontbijt. En ja, het is geweldig om te zien dat mensen hier enthousiast van worden. En dat ook ondernemers hier kansen in zien. Met het aantal mensen dat hier naar de stad toe komt. Om daar ook gewoon ja, qua ondernemers op in te spelen. Ik ben zelf bij de Olympische Spelen geweest. Ik heb daar ook het hockey-succes meegemaakt. Gaat volgende week ook weer naar Londen om met name te kijken van hoe heeft men het daar gedaan. Dat klopt inderdaad, ja. Ja, kijk, in Londen hadden ze een heel groot stadion. Ook zo 25.000, 30.000 bezoekers konden erin. Het was een tijdelijk stadion. Nou, wij hebben hier een stadion liggen van ADO Den Haag. 15.000 mensen hoeven niet te bouwen, is er gewoon. Gaan we ook helemaal vol krijgen. En er wordt nog een klein stadion hiernaast wordt er gebouwd. Dus dat hebben we ook in Londen gezien, hoe je dat moet neerzetten. Waar ik nog heel benieuwd naar ben. En daar waren die mensen van de zomer te druk voor om ze te bevragen. Maar dat ik heel graag wil weten, hoe heeft Londen nou precies zoveel vrijwilligers op de been gekregen? Want wat je daar
jaar zag, is dat die stad er zo bij betrokken was. Echt tienduizenden mensen die zich vrijwillig inzetten, van hoog tot laag. Ook echt managers, zeg maar, die van de lokale HTM, om het zo maar eventjes te zeggen. Die de hele dag op straat stonden mensen de weg te wijzen. Omdat ze zo trots waren dat die spelen in hun stad waren. En ja, dat zou ik in Den Haag ook heel graag op die manier willen bereiken. Er worden twee velden aangelegd. Wat gaat er gebeuren met dat soort velden als het WK is afgelopen? Ja, die velden die worden aangelegd, een paar weken worden ze gebruikt. En ik wil ze daarna wil ik ze gewoon weer gebruiken, want wij betalen ze ook bij onze verenigingen. Dus bij hockeyverenigingen die weer aan vervanging toe zijn. Daarom vind ik het ook belangrijk en hoop ik ook dat het ons lukt dat die velden niet blauw zijn zoals de Internationale Bond voorschrijft, maar dat ze gewoon groen worden. Want de Internationale Bond kan dat willen met bepaalde ideeën waar ik zelf nog niet zo overtuigd van ben dat het beeld zo veel beter is ervan. Maar het gaat er met name om wat doe je daarna. Wij investeren er als gemeenschap in en dan wil je ook eigenlijk gewoon groene velden hebben. Dat past bij een groene stad. En als je overal blauwe velden hebt, ik vind het een stuk minder mooi en ja, de verenigingen die zitten er ook niet per se op te wachten. Je haalt het al aan, druk bezochte ondernemersontbijt. Zo'n toernooi ook heel belangrijk, denk ik, voor het bedrijfsleven in Den Haag en de omgeving. Ja, want ik denk, kijk, als je zulke grote aantallen mensen hier naar de stad trekt, dan hebben de hotels hebben daar wat aan, maar ook de leveranciers, de catering, mensen die zich ook met reclame bezighouden. Je kan netwerkbijeenkomsten organiseren bij de clubs. Maar wat ook net in de presentatie naar voren kwam, dat bijvoorbeeld bedrijven ook kunnen zeggen, nou, ik vind het leuk om als een bedrijfsuitje bijvoorbeeld hockeyclinics te gaan doen. Ja, dan kun je dus bij een van onze verenigingen kun je terecht, waarmee we ook gaan samenwerken, om daar ook dat soort events, zeg maar, te organiseren. En daar heeft het bedrijfsleven ook wat aan. Ten slotte, de gemeente Den Haag heeft zelfs al een e-mailadres geopend waarop ondernemers, mensen vragen kunnen stellen, ideeën kunnen opperen. Dat klopt inderdaad, ja. Ja, dat e-mailadres dat is WK Hockey 2014. Dus wkhockey2014@denhaag.nl. En ja, als er vragen zijn vanuit de verenigingen, vanuit het bedrijfsleven, wat kunnen wij doen om hier aan mee te helpen, dan kunnen ze daar hun e-mail naar sturen en dan gaan we daar snel mee aan de slag. 2014, het lijkt nog ver weg, maar het is zo weer nabij. Het is heel nabij. Nee, 2014 wordt een heel druk jaar. Ook verkiezingen trouwens. Maar dat gaan we snel meemaken. Dankjewel. Etienne Hendricks, general manager van Kyocera. Zo'n groot evenement hier in het stadion. Prachtig natuurlijk. Ja, fantastisch. Dat is eigenlijk ook hetgeen waar we graag van wilden mee profiteren. Heel veel events die hier georganiseerd worden. Ja, en dit is natuurlijk wel een top evenement. Destijds in zee gaan met ADO. En als je kijkt met zo'n evenement, heb je daar geen spijt van? Nee, we hebben er met ADO geen spijt van, want ook die samenwerking is top. En als dit soort evenementen er natuurlijk nog bij komen, ja, dat is eigenlijk hetgeen waar we het voor doen. Rens Vrolijk, lid van de Raad van Commissarissen bij ADO Den Haag. Voor de club ook geweldig, hè? Zo'n evenement zo dicht bij huis. Nou, zeker, ik denk dat we daar ook veel meer exposure door krijgen. Mensen die hier komen tijdens die WK Hockey, en zowel dames als heren, dat is ook uniek. Die zien het stadion van binnen die nog nooit geweest zijn. En ik denk dat daar wel ook toch wel meer sponsors uitkomen, maar ook clubleden. En ja, we zijn heel trots ook dat de naam Kyocera op de gevel staat, of op het dak. En dan gaan we proberen dat lang vol te houden samen. Zo'n groot evenement, zo'n WK, niet alleen sportief gezien belangrijk, maar natuurlijk ook voor het zakenleven. En daar kan wellicht ADO in de slipstream van profiteren. Ja, er komen een paar honderdduizend mensen in die twee weken. Dus hotels, de horeca, die zijn zich nog niet bewust wat er allemaal gaat gebeuren op dit moment. Dus ze zitten nu aan tafel om te kijken, ja, hoe gaan we dat gezamenlijk aanpakken. Want het is natuurlijk een exposure van ongelooflijke aard. Dat hebben we nog nooit meegemaakt in Den Haag. En zo makkelijk krijg je, laten we zeggen, eventuele nieuwe klanten niet bij elkaar. Nou, zeker. Ik heb hier vandaag zijn rondom de 350 ondernemers. En wat ik nu al heb gemerkt, de mensen die ik heb gesproken, is dat er heel veel ondernemers zijn die hier nog nooit in het stadion zijn geweest. En ik denk dat zo meteen ook met dit evenement nog in een veelvoud zou gaan gebeuren. En is denk ik heel goed voor ADO, want men ziet ADO op een heel andere manier. Hè, en het stadion op een heel andere manier. De mogelijkheden die dat stadion biedt. En dat zal nieuwe sponsoren ook gaan aantrekken, denk ik, ook voor het voetbal.
En voor jullie is het ook altijd prettig als er een groot evenement er is. Het wordt constant aangekondigd. Het is in het Kyocera Stadion. Ja, daar zullen we alles aan doen, Tom. Belangrijk, we hebben het al gezegd, voor het bedrijfsleven hier in de regio. Want ja, zo'n WK, het is meer dan alleen sport. Ja, wat ik zei, niet alleen de hotels en de horeca waar ik het zojuist over had, maar ook de taxis, de openbaar vervoer, daar gaan ze zomaar door. Iedereen heeft natuurlijk voordeel bij dat er zoveel mensen hier komen. Dus voor Den Haag en de omstreken, niet alleen voor Den Haag, maar ook voor de gemeentes om Den Haag, die hebben er ook allemaal voordeel bij. Ten slotte, Etienne, de laatste tijd veel meer activiteiten vinden er plaats, ook door de week hier in dat stadion. Ja, dat moet je ook deugd doen. Ja, dat is geweldig. Ik denk dat het stadion heel veel faciliteiten biedt voor allerlei events en bedrijfsevenementen. En je ziet steeds meer dat dat ook commercieel wordt uitgenut door ADO. Ik denk dat dat heel slim is, dat betekent gewoon extra inkomsten. En wij juichen dat alleen maar toe. En ook wij organiseren onze evenementen hier in het stadion. En omdat dit natuurlijk een prachtige locatie is om ook onze klanten uit te nodigen. En met het ondernemersontbijt zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van ADO Den Haag meer dan voetbal. Met dit programma zijn we weer over 14 dagen. En ik dank u hartelijk voor uw aandacht. Graag tot ziens. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Regenbogen Business Center, Vrolijk Special Cleaning en trainingskampen.nl.